eigenlijk het Paralympisch variant van powerlifting. Je ligt op een bank. Ziet er een beetje uit als dit, maar wat breder. Dan ga je zoveel mogelijk gewicht proberen te drukken. Ik neem per dag, bijvoorbeeld kwaren, neem ik wel, laten we zeggen, 750 gram. Dus reken maar. Dus hier heb ik ook bijvoorbeeld een schema wat ik aanhoud qua eten, zeg maar. Alleen is het momenteel wat veranderd, maar hebben jullie in ieder geval een idee hoe het eruit ziet? Ik ga nu zo meteen een eiwitshake maken. Want ik ga zo meteen natuurlijk trainen. 100 gram blauwe bessen. En dan amandelmelk. Mijn leven in voorbereiding richting Tokio is eigenlijk best wel druk. Ik ben heel veel aan het trainen en ik doe ook een studie ernaast. Dus die twee moet ik eigenlijk met elkaar combineren. En ik doe uiteraard 1 schep eiwitten. Helemaal afgeschept. Dit is 25 gram. Daarbij. Zo. Zeker trots op mijn zus. Door alles, alle dingen die ze meemaakt, ups en downs, blijft ze toch doorbijten en doorvechten. En dat maakt mij super trots. Ik heb geloof in haar, in haar dromen. En daarom ondersteun ik haar ook. En ga je ook mee naar Tokio straks, als zij daarheen gaat? Dat is wel ook een droom van mij om mee te kunnen. Maar ik moet er nog even kijken hoe het zit met mijn school. Met mijn schoolomstandigheden, zodat ik zelf mee kan gaan. Het meest wat ik trots ben, eigenlijk wat ik behaald heb, is mijn bronzen medaille op de Paralympic. Want ik bedoel, het is op het hoogste podium. En op het hoogste podium je eerste keer laten zien en dan meteen een medaille. Nou, dan kan je echt trots zijn. Het was een droom die uitkwam. Maar nu is mijn droom natuurlijk veel meer goud in Tokio. Ja, hoe ik haar ondersteun, dat is zowel in woorden, fysieke middelen. Bijvoorbeeld vorig jaar heb ik haar ticket naar Dubai betaald om haar die power te geven van mijn mensen hebben geloof in mij. En daarnaast ga ik ook mee naar trainingen, breng ik haar naar Schuppel, haal ik haar op van Schuppel en dat soort dingen. Over 2 weken heb ik mijn eerste World Cup in Engeland. Daar moet ik gewoon laten zien van ik maak echt wel degelijk kans om naar Tokio te gaan. En dan over 2 maanden moet ik me dan definitief plaatsen. En als ik geplaatst ben en het is goedgekeurd door NOC-NSF, zal ik wel financiële hulp krijgen vanuit hun om verder voor te bereiden naar de Spelen. Dus wat dat betreft is gewoon alleen naar aanlopen naar de wedstrijden toe moet ik het even nu doorbijten. Daarna komt het wel goed. Ik doe het, ik doe het graag voor mijn zus, omdat ik het voel. Omdat ik het voel omdat ik het gevoel heb dat ik het moet doen. En laat me zo zeggen van ik heb een gevoel dat ik ervoor ben geboren om mijn zus te ondersteunen.